Hey, welkom bij het Anne Show Nieuws. Het is vandaag dan wel 1 september. Wij zorgen toch voor de humoristische noot. Ken je bijvoorbeeld deze nog? Let's start, please. Please. Hello. Is it me you're looking for? It's my Japanese joke. That's okay, it's quite because, all right. Because I really love this song. Thank you. If you sing romantic song, yes, with nice music, and you put your love voice on, yes, I am always in the mood. Ah, you know what I mean? I do know. How come? I always am like that because it is a part of who I am. It is the way I am. No, it's not you. Because yes. I am oh, in you the mood. Like, oh, you yes, like that. Yes, wow, yes. Very good. Yes. We'll start again. Yes. Yes, we start again. Okay. No. That's good, though. That's good. I start again. It's okay. I understand. If you sing a romantic song with nice music and you put your love voice on, uh-huh. I get in the mood. I get you. That's why very, is that? Well, and what can I do about it? Nothing. Not one thing. That's a good thing. But what do I do if he's not with me and I'm in the mood? You got a problem. Ook in het nieuwe televisieseizoen, vanavond voor het eerst op VTM, is Wendy van Dijk opnieuw de schrik van nationale en internationale sterren. En daar heeft ze een nieuw tippetje voor. Maak kennis met de Surinaamse Lucrecia. We can sing en we can swing is ook heel goed in andere dingen. Nou, ik ga Francie Bauer ontmoeten en we gaan achter de schermen een beetje filmen, want hij gaat een concertje geven hier. Bon. Adjo. Bon, Winnie. Ik vind het toch altijd weer spannend hoe het allemaal achter de schermen werkt. En ik ben blij en dankbaar dat we allemaal achter de schermen kunnen filmen. Hallo. Bon tardi, hallo, welkom. Misschien kun je even zeggen wie je bent, hoor. Ik ben de vrouw van Frans, Mariska. Het is geen leeuwenman, hè? Nee, absoluut niet, nee. Buiten het feit dat je ook nog een keer al het werk doet, heb je 4 kinderen thuis, heb ik begrepen. Ja, wij zijn ouders van 4 kinderen, ja. Kom maar gewoon een beetje bij, hoor. Je moet het ook volgen, hè? Dat Mariska erbij is. Ik heb haar zeg maar... Maar je mag best op zijn schootje zitten, hoor. Doe maar, hoor. Genoeg ervaring gehad met andere meisjes? Ja, ze is de eerste. Sorry? Ze is de eerste vrouw. En mijn eerste man. Dat was niet. Ik denk, ik geloof dat ik een primeur heb hier, hoor. Ja. Ik hoor hier van meneer Frans Bauer dat... dat is zijn eerste vrouw, hè? Zijn eerste vrouwtje. En ik geloof dat ze 20 jaar later verder zijn, hoor. Dus ik durf niet verder te vragen hoe dat allemaal zit. Maar, ik is wel mijn eerste, maar ik oefen wel veel. Dat scheelt weer. Met je buitenvrouwen of... Nee, hier met mijn enigste. Vrienden gemaakt met Frans Bauer inmiddels en hij gaat me zo meteen op het podium vragen, hoor. Dus ik ben wel een klein beetje nerveus, hoor. Ik heb vandaag eigenlijk een hele bijzondere dag, dames en heren. Ik word vandaag gevolgd door de Curaçaose televisie. En ik heb eigenlijk beloofd dat ik ze hier vanavond een klein beetje op het podium zou halen. Dus dat ze hier ook het een en ander kan laten zien. Dus verwelkom ze even met een davende ovatie. Lucrecia, dames en heren. Lucrecia, dat ben ik hoor. Hij roept mij, hoor. Uit Curaçao. Bambini! Bambini! Hallo! Hallo! En ze maakt een documentaire voor Tele Curaçao. Voor Tele Curaçao. Bambini allemaal. Bonartje, ik wil even zeggen, ik vind het een grote eer om hier op het podium te mogen verschijnen. En zoals wij eigenlijk op de Antilles zeggen, we can sing en can swing. Is ook heel goed in andere dingen. Zeker, en daar weet Frans alles van, hoor. En nu het optreden van Frans achter onze rug is. Nog één dingetje. Is er nog iets wat jij zou willen? Want ik weet dat je presenteert op televisie ook programma's. Ik doe nu op dit moment Bananensplit. Ik ben natuurlijk op dit moment bezig met een theatertour de heel Nederland. Wat is Bananensplit? Is een programma waar we zijn, een soort candid camera.
Dus een verstopte camera. Dus dan gaan mensen zeg maar... Een verstopte camera? Mensen die gaan die camera zoeken, wat? Nee, we gaan zeg maar grapjes uithalen met mensen. Maar heel erg leuk. Maar het kan zijn dat iemand voor je staat en een interview met je afneemt of wat dan ook. En je denkt dat die persoon is, maar dan is hij het niet. Is dat een grap? Nee, dat is niet. Dat je hem wel kent, maar dat je hem niet herkent. Is dat dan een goede grap? Dat is geen goede grap. Dat is jammer. Dat is geen goede grap. Dat is wel heel jammer.